Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remes. Jawel, ik heb de vlog in de upload gegooid. Die van de voor jullie gisteren en die voor vandaag voor mij. Probleem is, mijn bestanden zijn zo groot geworden dat ik nooit kan zien hoe lang dat het duurt voor te uploaden. Dus ik moet het wel altijd 's morgens vroeg al in de upload gooien, voor alleen dat het ook tijdig online kan komen. Nu, pas wakker, vlog in de upload. Nu naar mijn vriendinnetje, daar even helpen met de afwas. En dan komen we al richting hier. Ik weet niet of het Maxi is of niet. Voilà, tot straks allemaal. Joejoe. Jullie hangen nu op in mijn auto. Omdat ik zo plots in één keer moest afhaken met mijn vlog, er was iemand buiten die mijn stem ook niet graag hoort en al. Zo wat. Ik zie dus praktisch bijna niks niet. Voilà, zo. En dan maar vertrekken, hè. Kan weer al goed druk zijn op de banen. Want het is nog altijd die EK wielrennen, ook dicht bij mijn schat. Dus ja. Oh. Even zo mijn gezichtje wrijven. Ik kan altijd een deug doen. Vrij, vrij, vrij. Yes, yes, yes. Oh, ik dacht dat dat een lieve buurvrouw was, Marie-Jan, maar het was haar niet, want ze reed rechtdoor. Hebben jullie dat soms niet zo aan de hand van, ah ja, dat is, ah nee, dat is toch iemand anders. Dat is toch iemand anders. Ja. Oh, en na, is van vroeg. En welk liedje is nu bezig? Ken ik niet. Kennen jullie het? Laat het hieronder in de reacties weten. Kijk, hè, ik zeg dat ook wel heel veel. Laat dit eens in de reacties weten, laat dat eens in de reacties weten, laat dit eens in de reacties weten. Maar wat ik wel ben al opgevallen. Is dat er heel weinig daarop gereageerd wordt. Dat vind ik een klein beetje wel jammer. Wat ik wel al heb ontdekt, en dat is ook wel ook de waarheid, meer en meer YouTubers, waaronder ook ik, word ook getroffen, worden getroffen door haatcomments. Die haatcomments. Die ga ik eruit beginnen te filteren. Of de comments die mij aanvallen, die ga ik eruit dus uit filteren. Want haatcomments is gelijk aan cyberpesten en is gelijk aan verboden. Ja, ik ga er echt heel streng in zijn en al in mijn reacties vermogen. Ook op Discord ga ik ook beginnen strenger te zijn. Eén keer een ban, altijd een ban. Dat heeft niks met mute te maken, hè? Dus gelijk de optelkanaal, als je daar fouten maakt, wordt je daar wel gemute. Dat is geen ban, hè? Dus, en ook geen kick. Dus de mensen die dan worden gebannen, die worden dan blijven ook dan ook gebannen. En de mensen die verborgen user worden op mijn YouTube kanaal, die blijven dan ook een verborgen user op mijn YouTube kanaal. Oké, let's go. Ik zit nu op de N80. Richting Hasselt te rijden. Tussen Zalambeis-Heirik en... Nee, tussen Alken en Zalambeis-Heirik. Daar mocht je maar 90 rijden, dus dan gaan we dat ook maar doen.
stel dat ze hier ergens staan te flitsen, dan hebben ze mij niet dat ik aan mijn verkeerssnelheid houd. Voilà. Moet ik dan ook afremmen bij de rode lichten? Alleen als het op oranje springt. En het blijft groen, dus ik kan perfect 90 blijven rijden. Je hebt nergens gehoord dat ik afremde. Voilà. Ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Zo mensen, ik ben nu even met mijn gsm aan het filmen. Ik hoop dat dat ook wel een hele goede kwaliteit is. Nee, mijn gordel. Gordel wil niet te goed doen. Voilà. Ik ben hier dus bij de kinesist aankomen. Ik kan dat nu wel zo doen, hè mensen. Dus jullie zien het. Jipsa, hoppa. Echt een handige technologie. Dat ging niet met mijn vorige gsm. Nee. Dus... ook al pijn zo hard, kijk. Dat beweging of wat? Ja, dan ik zal je dat ook best zeggen. Ja mensen, ik ben thuis dus mijn GoPro vergeten. Dus daarom dat ik ook nu met mijn gsm zit te filmen. Amai, druk verkeer. Ik zie jullie allemaal zelfs terug, want ik ga nu binnen bij de BE Fit. Yo. Ik krijg brandlucht. Ik weet niet hoe dat komt. Voilà, hier buiten bij de kinesis. Ik heb mijn laatste oefening juist gedaan. Dat was met de fiets. Nu richting mijn ouders gaan. En dan daar mijn was even uitbrengen. En dan terug richting mijn thuis uit. Tot straks allemaal. Yo. Nogmaals, sorry mama. Dat ik niet helemaal naar binnen ben geweest. Ik ga nu terug naar de winkel toe om wortels te halen. Ja, voor Maxi. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. De reden is wat teruggekeerd van mijn schuins, buurvrouw onderaan. Andere blok. Dus we hebben toch geen woordenwisselingen meer. Dat is al goed. Dat is een goede stap naar de goede richting uit. Ja, mijn schatje is thuisgebleven. En ja, ik weet dat ik mijn gordel moet aandoen. Ja. Dat je piep. En hier kan bijna nooit kunnen auto uit, hè. En nu kan er in één keer een auto uit. Oh, dat is fuschietachtig. Ik deed bijna hem in een broek. Letterlijk en figuurlijk. Ik bedoel van verschietheden. Amai. Lang duren. En anders. Hè. En dan zijn ze hier nog aan het werken. Door. Ik moest geen voorrang van reis geven, omwille van dat er geen auto was. Zouden zeggen jullie, jawel, jij moet wel voorrang van reis geven. Maar als er niemand is, aan wie moet ik dan voorrang van reis geven? Voilà. Kijk, iedereen kan over, behalve de deze hier weer. Voilà, de deze moet weer eens helemaal stil komen te staan. En straks komt mijn maatje ook weer al af van helemaal van Lier. Jawel. Leuk.
juist. FWB. Friends with Benefits. Waarom zit ik daar aan te denken? Ik weet het niet. Mijn schatje is nu gewoon bij het konijntje gebleven. Dus dat is ook leuk. Ja, even geduld hebben, autootjes achter mij, want ik moet hier indraaien en daar zijn auto's daar. En de auto's weten dat, hè. Sinds dat ik dat heb gezegd, dus ook eens, ik weet niet, ooit is in de vlog van, even eens geduld, rijden is niet zo over het fietspad. Doen toch maar, nog maar weinig hoor, als ze mij misschien zien, of is het puur toeval, ik weet het niet. Ik weet het niet. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Zo mensen, ik ben weer al eens de deur uit. Even heel snel naar opnieuw naar het oké gaan. Waarom koek ik het dan in één keer? Ja. Ik heb op mijn computer gekeken, op mijn rekening. Ik had het even niet bij de hand, hoeveel ik eigenlijk nog op mijn rekening had staan. Dus, eerste stop. Oké, tweede stop, rondpunt. Want daar moet ik zijn om 15:15. Dus dat is ook al niet meer zo lang. Dus mijn schat heeft mij maar een kwartier tijd gegeven om mij te verplaatsen. Naar bij mij thuis. Eerst naar de oké, en dan van de oké naar, zeg het, het rondpunt toe, hier in Alken. Ah. Ze had honger. En ik had ook honger. Ik had geen goesting in spaghetti. Daar had ik totaal geen goesting voor. Halleluja. Dus dat is... Ik ben nu zo al aan het denken van... Ja, zo de winkel in. Dan de eerste gang helemaal naar van achter wandelen. Juist voor de frigo's. Langs de diepvriezers af. En daar staat de volle val. Dan terug. Hopelijk niet te veel mensen aan de kassa. Hopelijk hier al niet te veel tijdverlies voor over te geraken. Alken. Nou, waar gaat die naartoe? Of van waar komt die? De 216. Allee, het duurt weer al even. Eens even kijken. Ik moet daar altijd wachten. Hoeveel minuten moet ik daarbij? Dat is op mijn dashboard. 32 en op mijn gsm, ik ga nu wel eens één keer kijken, 35. Dus 3 minuten moet ik er altijd bij halen. Oké, dan weet ik dat. Dus kijk, en als dat allemaal mee lukt, hè, om een kwartier tijd voor tot aan frituur te geraken. Dat is mijn doel. Dus nu nog eerst stoppen bij de oké. Terug opnieuw zien over te geraken, dan nog eens opnieuw eens terug zien over te geraken. Dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Als ik snel over mag. Stel zo van op de uitrit. Voilà. Joink, joink. Voilà, ça. Het is nu 36, dus ik kom zo biedt terug. Ja, yeah. Voilà, ça. Ik ben al terug.
Het is snel gegaan. Alleen zat ik aan de verkeerde kant te kijken. Vol. Niks. Zo dat gewoon achter mijn rug. Jongen. Plus 3, het is nu 39. 16 uur 39. Oeh, dat gaat er ontspannen. Dat gaat er echt ontspannen, dames en heren. Even lossen, nu nog ovens in te geraken. Ik wil dit even hier zo leggen. Dat is altijd een gesuggel. Voilà. Ik ben over. Dat is al goed. We zijn al een minuut verder. Come on, hè. 40. Dus ik heb nog 5 minuten. Ik hou me ook aan de snelheden. Ik zit eigenlijk niet. Want ik zit te traag te rijden nog wel. Ik zit maar 55 te rijden, zoiets. Waar je eigenlijk 70 mocht. En ze zijn weer al de campagneborden aan het opzetten. Toppie. En het rare is, oké, ik heb de stemtest wel gedaan, mensen. Maar tot heden is het voor mij echt heel moeilijk om, zeg het, help, te kiezen op wie dat ik moet gaan stemmen. Anders wil ik Mitch, die zit in een andere partij. Dan hebben we nog Bart van de Sportwereld, die heb ik ook graag. Die zit nog eens in een andere partij. Dan heb je nog Mark Pengsten, die heb ik ook graag. Die zit nog eens een keer in een andere partij. Help! Die komt snel aan, dus die gaan we nog even voorbij te laten komen. Alles voor de veiligheid, kindje. Ja, dat had hem graag, dat had hem graag. Dat ik even zo wacht. Plus 3. Het is nu 42, mensen. Het is nu 42, denk ik. Je ziet hier echt niet die lijnen meer. Voilà. Nu gewoon het eten gaan halen. Tot zo. Het stond al klaar, dames en heren. Het stond al klaar. En ik ben eigenlijk nog te vroeg, dus 10 minuten erbij. Dus het staat nu op mijn dashboard 16 uur 40. En het is met die 3 minuten erbij, maar 16 uur 43. Ja, oké, dan. Ik ben wel blij om dat ik wel rapper dan op mijn eten heb. Dat is nu gewoon vertrekken naar mijn appartementje toe. Daar mijn eten ook opwarmen. En dan lekker eten. Yay! En zijn we alweer al geweldige wolfjes voor mij. Wauw! Willen jullie het zien? Het is toch groot? Zie dat. Wauw, wat wolken. Schoon hier. Even die terugzetten, want het wordt aan de andere kant nu pas oranje. Rood. Groen. Ik wees en poink, groen. Puur toeval. Puur toeval. Ja, hier niet weer al zien over te gaan maken. Hoeveel keer dat ik toch de straat heb moeten oversteken, hoor. Hoe moet deze straat hier weer al? Oh, Stationstraat, juist. Hoeveel keer dat ik de Stationstraat van ene kant, andere kant, ene kant, up, nu weer naar de andere kant, ja. Hoeveel keer dat ik die heb al gedaan. En op hoeveel minuten tijd. Ik ben ook eens benieuwd, daarom dat ik ook mijn vlog aanlaat. Ik ben gewoon benieuwd
hoe lang dat ik er ook over doe, ik ben niet met de gewone snelheden aan het rijden, dus ik ben nu 17 per uur aan het rijden. Hoe lang dat het ook duurt om bij mijn thuis aan te komen. Daarom dat ik ook de vlog nu gewoon aan laat staan. Dus momenteel geen obstakels, dat is al heel goed. Dag jongen. En een fietser die passeerde. Ja. Sorry. Ik kan nu niet kijken omhoog van ik ben aan het rijden. Hier blauwe poort, 30. Oké. Okay. Ja, van een heuvel, dan mocht je maar 30 overrijden. En dan terug 50. Voilà. Dan weer aan mij laten uitbollen. Waarom? De straat hier inrijden. Rechtdoor, 50 per uur. Amai, amai, amai. Het zijn wel echt wel schone wolken hoor, voor mij. Je moet ook al een raar gezicht ook opzetten om te goed naar vooruit te kunnen kijken. Oeh, mijn eerste obstakel. Ai, ai, ai. En een fietser. 3 seconden verlies. 3 seconden, maar dat is dan niet zoveel. Voilà. En een vrouw zat daar zo echt te kijken van waarom laat je die fiets erover? Omdat ik daar goesting in had. Om ook de beleefdheid te hebben. Voilà, ik ben bij mijn thuis aangekomen. Hey. Let's kijken. 4 minuten 25. En hier ben ik ook wel eens even benieuwd wie mij heeft aangesproken. Iedereen doet toch gewoon dan de gordel uit. Oké. Okay. Het was niks speciaals. Niks speciaals. Handrem op. Deurken open. Mijn eten meenemen. Joink. De eten van mijn vriendin meenemen. Jullie meenemen. Dan nog zien dat ik weer al aan mijn sleutels geraak. Want ik heb die weer al in mijn heupzakje gestoken. Hoort je het? Of heb ik die gewoon op mijn schoot gelegd? Ik heb die gewoon op mijn schoot gelegd. Oh my god. Die is toe. Ik had het voelen. Voilà. Die is toe. Nu naar binnen toe. Je ziet er zo'n schone wolken. Boven mij. Toch schoon, hè? Zoals een close-up. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. What the fuck? Hè? What the hell? Jullie zijn er al. Weer al. Jullie zijn alweer al terug. Oh, cool. Jullie willen weer weten waar ik bezig ben. Om niet zo, zo blijven te staan. Want... ja, ja, ik heb last van mijn rug. Ik ga nu mijn bureaustoel erbij pakken. Lucas. Ik zit heel eventjes maar achter mijn computer. En dan gaan we opnieuw weer op weg. Oh.
Even kijken als het nog lukt. Juist. Wacht hè. Dat was deze app. Ik was aan het denken van hoe moet ik het dat terug bezien? Hoe dit, hoe dat. Even kijken. Hoeveel? Ja. Ja, ik weet genoeg. Ik ga nu de bestanden op mijn computer zetten. Wat ik hier met mijn gsm al heb gemaakt. Want ik heb ook gsm-beelden gemaakt van toen ik wegging bij de kinesist. En die ga ik nu even afhalen en al op mijn computer zetten. Klik. En dan gaan we even naar Albert Heijn toe. Waarom Albert Heijn? Om iets leuks nog gaan te halen voor mijn schatje. Voor s'avonds ook toch door te komen, iets te knabbelen of zo. Dus dan weten jullie dat. Dus ik ben ook ondertussen tijd ook volle bak met mijn vlog al bezig. En ik weet zelfs niet meer, wacht hè. Ja, oké. Dat is dan folderke 1891, Valessa. En de eerste beelden gaan er nu al op in die bestand. Voilà, en dan ga ik mijn GoPro ook eens leegmaken. Dat ik achteraf ook nog wel wat kan bijfilmen en ook nog wat bij kan editen in mijn vlog. Dat er nog wat meer content komt. Dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo. En nee, ik blijf niet haken hoor. Yo. Waarom doe ik dat? Waarom ben ik... Allee, tot straks. Yo. Zo, buiten bij Albert Heijn. Kijk eens wat wolken. Ja, wat voor. Even links rechts kijken als er geen auto komt. Nee. En dan maar gewoon terug instappen met mijn boedel. Alsjeblieft. En dat heb ik voor mij nog gekocht. Dat was de allerlaatste blik, hè. Voilà, ze heeft alles aangenomen. En nu ga ik terug vertrekken richting Begonialaan. Oh nee, toch niet weer. Ik weet niet of jullie het terug opnieuw niet zien. Daar heel leesjes een regenboog. Mm. Ziet je hem ook? Ja. Voilà. Scheelt er iets? Nee. Oké. Okay. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal. Straks weer terug. Ik ga hier stilkens ervan ook dat we toch al richting de avond naartoe aan het gaan zijn. De vlog ook beëindigen. Dit nog achterzetten, alsjeblieft. Ja. En ja. Mag ik al? Ja, je mocht al. Of moet ik wachten tot je je fruitding ook hebt? Dat was eigenlijk de bedoeling, ja. Want ik denk niet... deze heb ik nog nooit geproefd gehad, daarmee. Ah. Allee, mensen, ik zie... Nee, ik ga hier de vlog al beëindigen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om mijn belletje te drukken. Dan blijf hier op de hoogte als er iets veranderd is op mijn YouTube kanaal. Ah ja, en by the way, ga ook eens even, klik eens ook eens even door op community pagina. Daar staat ook een poll die aan het lopen is tot eind september. Dus stemmen. Goed, liken. Tot later allemaal. Yo. Tot morgen. Hallo kijkers, jawel, we gaan eens even naar de Albert Heijn nog even kort toe. Ik heb gezegd om iets gaan te halen om te knabbelen deze avond. Voor een leuk drankje, dat we toch nog naar iets kunnen gaan kijken. Een filmpje of zo. Voilà, of... Een geestenfilm. Oké, dan moet ik dan ook nog wel eens gaan opzoeken.
Waar gebeurt? Oei, dat moet ik naar huis. Ik heb dat vroeger in zo nog maar gekeken, hè. En jij en... Oh, ik durf op internaat niet meer te slapen. Zo creepy was dat. En waarom... Kent je nog de titel van die film? Nee, dat was het naam, joh. Ik heb dit ticket ook niet meer. Ai, ja. Ik weet nog wel dat dat heel erg was om dat niet durf te slapen. En dan moet ik eens in de Google Film Store eens kijken. Dat was zo'n soort film waar ze mensen doorgooien en van een trap en af. Ja. Dan moet ik eens in de. Ja, dan moet ik eens even kijken bij de Google Film Story. Ik heb dat ook wel een zoutje. Dat is echt gek. Oké. Ha. Oh, maak me niet in de lachen. Ja? Ja, jij wil naar het land op. Maar goed dat ik dat zag gebeuren, hè? Ja. Zeg je niks? Ik wil niet altijd te lang in beeld niet. Ah, niet te lang in beeld. Oké. Okay. Ik vind dat soms te lang duren en dan, ja, weet ik mij geen houding te houden. Ah, je hebt nog zo wat, eigenlijk wat camera-angst. Niet angst, maar gewoon ik hou daar. Ja, ik snap dat jij daar wel van houdt, maar ik ben er niet gewend. Allee, ik ben er wel gewend, maar je weet wat ik bedoel. Ik ben heel mijn leven zonder camera gewend. Ja, en nu zeg je bij mij in één keer boeien camera. Ja. Ja, ik ben een vlogger, hè. Ja, van vlees en bloed, hè. Ik doe het nu toch al redelijk lang. Ik hou nog altijd vol om te vloggen. Daar ben ik wel blij om. Tot de laatste was alle partijen open. 8 uur te halen. Goed, ja. Op zondag is hij om 5 gesloten. Ah, zondag 5. Oké, okay. Ja, dan was hij nu al een 30 dicht. Even mijn 30, zeg het. Timer terug op 000 gezet. Dus als dat op 30 staat, weer al even aan de kant gaan staan. Even 5 minuten à 10 minuten wandelen. Jup, want dat heb je als opdracht. Voilà, nu hoort je het ook van iemand anders. Dat heb je dus als opdracht gekregen. Dus dat is niet van hè, om te zeggen van hè, wat zegt 10 uur? En nog eens zo aan het denken van hoe kan ik best, ja, ik ga via Steenvoort naar de Albert Heijn. Waarom dat? Dan vermijd ik ook de EK. Ik heb mijn GSM bij. Nee, ik heb mijn GSM niet bij. Doei, ja. Dan ben ik even onbereikbaar, hè. Want ik wou eens even kijken van hoeveel eurotjes heb ik nu echt ongeveer. Heb die echt niet bij? Oh nee, ik heb die echt niet bij. Nee. Ze ligt hier ook niet in het midden, hè. Nee. Ben ik eens even onbereikbaar. Voilà, dat kan ook eens deugd doen. Je wou weten we nu hoeveel we hebben. Just. En hier kun je niet keren. Nee. Juist. Hoho. Aha. Heb ik ook wel mijn bankkaart bij? Aha. Aha, mensen. Heb ik ook mijn bankkaart mee? Ja, die mee. Ja, daar heb ik wel mee. Als je die niet bij had, dan was ik echt lastig op jou. Ja, en dan ik was het hier de tweede, dan was het de tweede keer dat je bankkaart thuis vergat. Dat is wel waar.
geluk zat het maar 500 meter van mijn woning af. 500 meter. Dus ik heb een kilometer van nu voor niets gereed. Ofwel dat mijn hoofd staat nog wat per geluk nog vast. Per geluk. Als die ook los stond en je moest continu monteren op mijn lichaam, ja mensen, zal dat ook nog wel eens vergeten dan. Oh ja joh. Ja, zie je mij al lopen zonder hoofd? Soms wel. Soms wel, hey. Kijkers, wie heeft al van jullie al gefantaseerd mij zonder hoofd? Dat wil ik wel eens weten. Dat wil ik wel eens weten. Het lijkt me wel komisch om eens iemand zonder hoofd te zien. Ja. Oh mooi, dat blijft maar volk komen. Ja, naar deze kun je wel op. Ja. Oh mooi, mooi, mooi. Dat was veel volk nog op komst. Heel veel. En wat heb ik zojuist ook gezegd in mijn vorige fragment? Ik kom weer die blauwe bord tegen. 30. Voilà. Want ik weet dat sommigen zo dat kunnen detecteren. Hoor. Zoals ik mijn zijruit. Hoeveel kilometer per uur dat ik ongeveer aan het rijden ben. Ja, ja, daar zitten nog wel slimmer ik ook wel tussen, hoor, tussen mijn kijkers. Dus ik moet wel soms wel nog wel oppassen wat ik doe. Soms altijd. Ja, eigenlijk altijd. En kijk eens, die achter mij, die had geen geduld. Hè. Die was op de tweede race ook hier gaan rijden. Als er nu iemand moest invoegen voor af te slaan, pataas tegen elkaar. De mensen hebben tegenwoordig geen geduld meer, schat. Zwaar, hè. Oh, gaan we niet naar de feest van Pinksten? Nee, hè. Nee, hè. Nee. Want ik weet zelfs niet wie er komt optreden. En welke DJ dat er gaat draaien. Dat is weer kijk, zo... die woont daar. Dat is gewoon, hè? Ja. Oh, ja. Dat is echt zo gekruld, precies. Zo gekruld, precies. Ja, zo. Ja, ik weet niet hoe ik het moet verwoorden daar. Zo gelijk in een varkenskrul. Ja. Voilà. Varkenstaart, zo ja. Varkenstaart. Ja. Ik heb je even niet in de bocht zetten, voilà. Dat is zo wat uit de bocht. En dan ga ik even gauw mijn gsm halen. Tot zo, mensen. Zo, hier in de Albertijn aankomen. Ik heb mijn schatje hier ook aan de lijn. Voor haar juiste yoghurtdrankje te halen. Want daar wil ik haar op trakteren. En dus, dan doe ik dat ook. Dus dan gaan we maar eens binnen bij de Albertijn. Waar heb ik dat meestal? Jimmy, weet je echt niet? Het is al even geleden dat ik hier ben geweest. Ja, rechtdoor tot bij de boten en daar moet je eigenlijk heel goed in staan. Rechtdoor tot bij de boten en dan... Tot wel Gender. Ah ja, ik zie het al, Gender. Kom ik hier ook nog bij een lekkere afdeling terecht? Snoep? Ja. Ja. Oké. Ah ja. Ik ga de camera draaien. Of... Ah, dat zijn de yoghurtjes. Ik ga jullie even laten, mensen. Als ik haar in de wat leg, leg ik mijn eigen ook in de watten, hè. Dark chocolate melk. Oh, die drink ik toch zo graag. En wat drink ik dan ook nog graag? Even kijken of ze dat hier ook hebben. Oh.
Nee, zero. Let een Fanta Orange. Ah. Oh my god. Oh my god. De allerlaatste blik. Ja, de allerlaatste blik. En nu ga ik eens afrekenen tot straks allemaal. Yo, 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 yo.